Breda Nu. Hallo, welkom bij het nieuwe programma Per Improved. Wij gaan elke maand een programma opnemen waarbij we iedere keer een multiculturele gast zijn of haar gerecht maken. En dat doen we in dit restaurant, ons restaurant. En straks hebben we Monique en Irene die ons wat meer gaan vertellen over de achtergronden van ons label en ons restaurant. Vandaag hebben we een Syrische gast en hij heet Damon en hij gaat voor ons maken falafel. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat maken, welke ingrediënten we daar natuurlijk voor gaan gebruiken. En daarna gaan we het proeven en dan gaan we het lekker met elkaar eten. Damon, welkom bij dit eerste programma van Per Improved. Okay. Ik vind het ontzettend fijn dat jij hier bent vandaag en dat jij bereid bent om voor ons dit te gaan maken. Wat gaan we vandaag eten? Falafel. Falafel? Ja. Oh, heerlijk. Falafel Suri. Falafel Suri. Suri. Falafel uit Syrië. Nou, ik heb dit nog nooit eerder gemaakt. Ik heb het wel eens gegeten, dus ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd en nieuwsgierig hoe Damon dit gaat maken. Waar gaan we mee beginnen? Beginnen? Ja. Helpen met mij? Ja, ik ga jou helpen. Ik wil het graag leren, ja. Deze? Helemaal alles. Schillen, oké. Okay. Zo? Zo dun? Ja. Ja. Nou, dan halen we dus de schil ervan af. Zo is goed met het wit? Wit oké? Okay? Nee, je moet alles eraf. Ja. Nou, kijk eens, dat deed ik het alweer bijna fout. Ja. Ja. Damon, hoe lang ben jij nou in Nederland? 2 jaar. 2 jaar? Ja. Oké. Okay. En hoe vind je dat in Nederland? Is dit goed? Ja, goed. Moet ik het nog klein maken? Daarna. Oké, gaan we het zo snijden. Doormidden. Snijden. Ja, weer. Ja. Ja, goed. Heel rustig. Rustig, hè? Ja. Want jij komt eigenlijk uit Damascus, hè? Ja, uit Syrië, naast Damascus. Naast Damascus, ja, een plaatje. Want jij werkte daar ook, hè? Jij had daar een eigen koffer gemaakt. Jij maakte koffer tassen maken, en koffers. Tas maken, koffer ja. maken, ja. Tas, dames. Dames. Dames tassen, dames, ja. Tas. Ja. En mis je Syrië? Mis je Damascus? Want je bent gevlucht voor de oorlog. Ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, we zijn dus net in die Syrische winkel geweest. En laten we even kijken hoe dat ging. Wat hebben we daar gedaan? Wat hebben we inkopen? Wat hebben we allemaal gekocht? Dan gaan we nu even kijken. Abaya Kabir. Hallo, we zijn Berwin. Hallo. Dus wij gaan kopen? Hummus. Hummus? Ja. Yeah. Het ziet er wel heel lekker uit hier, zeg. Bij Damon blijven. Oké. Wat hebben we nodig voor de hummus? De hummus voor de falafel. Oké, voor de falafel. Ja. En salad shopping. Het ziet er allemaal wel lekker uit, zeg. Met boodschappen doen nu. We gaan even afrekenen en dan gaan we straks lekker koken. Goed. De nana. Nana. Ik vind het heerlijk. Oh, dat ruikt zo lekker. Dat is altijd voor mij zomer. Ja. Ja. Ja, deze. Altijd stil en ja, een bakkier. Oh, jij doet het wel 1 voor 1. Ja. Zo lekker. Ja. Ik vind het met overal in. Ik vind ik het erg lekker, nana. Ja. Heel fris. De thee met yoghurt. Ja. Ja. Dan heb je tzatziki met knoflook. Voor maagpijn. Is goed voor maag? Oh, tegen de maagpijn. Dan weten jullie dat ook. En dan moet je dan eigenlijk koken of gewoon zo eten? Ja, koken.
koken. Ja. Koken. Water, warm. En met warm water, hè? Ja. Dan kan je muntthee maken, verse muntthee. Ja. Ja, lekker hoor. Kijk, oh, een hele struik. Hoppakee. Ja, dat gaat goed, toch? Dit mag niet ook. Ja. En deze ook. Ja? Ja, we gebruiken heel veel munt. Dat hebben we wel, heel veel munt. We zitten dus nu aan tafel met Irene en Monique, de medeoprichters van ons label Breda. Ons label Breda bestaat al verschillende jaren en ja, ik wil graag van, ik heb natuurlijk heel veel vragen, maar ik zou eigenlijk natuurlijk wel willen weten, behalve dit restaurant hebben jullie nog verschillende labels, dus daarom denk ik ook ons label, hè. Ja, kunnen jullie me wat meer daarover vertellen, behalve het restaurant, wat doen jullie nog meer en ja, wat is de filosofie hierachter? Ja, wij zijn hier eind 2013 gestart op deze plek. Irene en ik kennen elkaar vanuit de wijkontwikkeling, vooral in dit gebied, Hogevucht. Ja. Ik werkte voor de woningcorporatie, jij als ZZP'er. En we hadden elkaar gevonden in het eerste project, de Vrouwenstudio. Dit is een voormalig buurthuis. De gemeente Breda had dit gesloten en het was allemaal te duur geworden. Ja. Vervolgens heeft de woningcorporatie inmiddels al wel had dit pand gekocht en gevraagd aan ons van goh, kijk wat je met dit pand kan doen. De buurt wilde heel graag, die miste ook echt het buurthuis, die wilde ook echt graag dat het weer open ging. We kregen wel de boodschap mee van zorg dat er niet eindeloos geld bij hoeft, maar dat het zichzelf kan bedruipen. En dat lukt ook. En dat lukt steeds beter. Het buurthuis op zich draait gewoon goed, hè, omdat daar ook een paramedisch centrum aan de andere kant is. Wat gewoon de nodige huurpenningen binnenbrengt voor de woningcorporatie. Het wijkrestaurant en de studio is onderdeel van ons label. En de dames van de Vrouwenstudio zijn in eind 2013 gestart in de keuken. Okay. Die kookte eigenlijk al informeel voor de wijk en die wilde verder. En dat is eigenlijk een beetje het begin geweest, Irene. Ja. Ja, we zijn eigenlijk vanuit die wijkontwikkeling, de Hogevucht waar we zitten, is echt een gebied waar heel veel sloop, nieuwbouw, renovatie kwam. En inderdaad. We zijn eigenlijk met het project met jeugd en vrouwen zijn wij eigenlijk gestart. En vrouwen, het cement van de samenleving. En de vrouwen die gingen koken en recepten uitwisselen. Zo ontstond dat eigenlijk, vrouwen die gingen koken hier. Ja. Ja. Ja, en zaten we in de sloopwoning. Ja. Echt waar? En toen, dat werd een begrip in de wijk. En die gingen pizza's bakken voor de kinderen op de basisschool. Turkse pizza's. Recepten uitwisselen, maar ook Nederlandse les, theorielessen, zat een kleed voor autootjes te rijden voor theorieles, voor het wilde rijbewijs halen. Ja. Dus dit is echt een hele multiculturele wijk. Ja. 60%. 60%. Ik denk, dit gebied zeker 60%. Ja. Gemiddeld is dat wel wat lager, denk ik, maar wel over de 50%. Hey, jij houdt ook erg veel van dansen. Kun je me eens wat meer vertellen over het dansen in jullie hebben hier een dansgroep. Kun je wat meer daarover vertellen? Wat is het voor een dans? Wat doe je met wat voor dans is het? We hebben Adi, اسم العرادة. عرادة بسوريا. العرادة الشامية أو الحمصية. هذا تراثنا. وقت اللي العالم بتتجوز منروح بنعمل له عرادة وبنرقص له وبنتفك له دبكة وبنفرح له للعريس وبنغني له وبنزلغط له. ونفس الشيء وقت اللي بيجي من الحج كمان بنعمل له عرادة بنرقص له بندبك له بنعمل له مولد. ايه بنلعب له بالسيف وبالترس بالزوارد يا زوارد الزوارد اذا السيف وبالترس ايه وقت اللي بنطهره كمان للولد بنعمل له عراضه هي كثير ايه وقت اللي Zijn het echte scherpe zwaarden? Is dat niet gevaarlijk? Let's go.
En het restaurant, moet je dan van tevoren reserveren? Of ja, hoe gaat dat? Ja, moet je natuurlijk scherp inkopen. Anders krijg je het niet voor €5 gemaakt. Dus op Facebook is ons restaurant en mensen die weten ons te vinden, kunnen reserveren. En de komende 14 dagen staat het menu altijd op Facebook. Ja. En dat werkt goed. Ja, het is ook een hele mooie, gezellige ruimte vooral. Ja. Een leuke ruimte. Ja. Nou, dat is ook en ook lekker terrasje bij. Je kan ook lekker in de zon zitten. Lekker. Voel de zon erop. Ja. En in de weekenden kan je ook het restaurant huren voor je eigen verjaardagen. Okay. Of als je privé etentjes wil. Of kleine feestjes. Dan kan je er ook allemaal terecht. Catering doen jullie ook. Feestje, catering, ook in het weekend. Inmiddels ook door heel de stad eigenlijk wel, hè? Ja. Nou, geweldig. Dat is nog maar één label. Ja. Klaar? Klaar? Okay. Ja, klaar. Lopen we ermee naar tafel. Zeg wel dat ik gemiddag af moet. Nogmaals, dankjewel. Nou, dankjewel voor het kijken. Dit was de eerste uitzending van Perwin Proeft. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ja, wij wel in ieder geval. Het is ontzettend lekker. En nou, tot de volgende maand bij Perwin Proeft. Tot ziens. Breda nu.